SV Urk heeft zich deze week versterkt met Jan Ras. De Urker kreeg geen nieuw contract bij de eredivisieclub SC Heerenveen. Hij kon geen andere profclub vinden en sloot zich uiteindelijk aan bij de derde divisionist SV Urk. Vandaag trainde hij tijdens het trainingskamp op de velden van VV Hulsthorst mee met de selectie. Ja, dat zijn cadeautjes. De trainer is dus blij met de ervaren speler. Ras werd dus met open armen ontvangen bij de club waar hij in de jeugd ook al speelde. Ja, superleuk. Ik ken de jongens allemaal natuurlijk. Dus dat is een gevoel van thuiskomen, denk ik. Het is gewoon, wanneer ik zeg, bij al mijn vrienden terugkomen en heel veel zin in. Ik heb nu al veel plezier gemaakt, dus dat zit wel goed. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat het voor jou een teleurstelling is. Dat je nu bij de derde divisionist Urk gaat spelen, terwijl eigenlijk andere plannen waren. Ja, zo zie ik het niet. Ik denk, ik heb op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt om hier naartoe te gaan. Dus het was sowieso al een optie. En ik heb natuurlijk wel bij, nog bij een team Almere heb ik nog stage gelopen. Helaas niet aangenomen. Maar ik ben super blij hoor dat ik hier ben. Dus ik zie het zeker niet als een teleurstelling of zo. Maar kan het ook op een teleurstelling uitdraaien? Je bent natuurlijk een hoog niveau gewend. Derde divisie, ja, het is toch stapjes terug. Dat je gaat irriteren? Nou, ik denk dat het juist een mooi podium is om jezelf te bewijzen natuurlijk. En meenemen wat je hebt geleerd allemaal. En dat ook te laten zien in de wedstrijden en in de trainingen natuurlijk. Dus ik denk dat het een mooie uitdaging voor mij is. Ja, goed, het is nog vroeg om te zeggen hoe of wat, maar de eerste training die heeft afgewerkt zie je wel gelijk technische vaardigheid, fitheid. Ja, dat is voor Urk gewoon een absolute meerwaarde, dat zie je gelijk. Van een eredivisieclub naar de amateurs van SV Urk, dat is een behoorlijke stap lager. De Urkers sluiten een terugkeer naar een betaalde club in de toekomst niet uit. Ik heb nog niks afgesloten of zo, echt definitief. Ja, als ik echt dit seizoen goed doorkom en er komt nog wat moois, ja, wie weet. Maar voor nu zit ik goed, dus ik heb de keuze gemaakt en nu twee trainingen meegedaan. Ik bevalt me prima.